Ik ben een senior medewerker van Keten Beslaghuis. Hoe ziet mijn werkdag eruit? Ik begin altijd uiteraard met een kopje koffie, zoals iedere defensieambtenaar. En dan ga ik kijken naar dagjournaals, wat de vorige dag is gebeurd. Of ik nog mails heb gehad natuurlijk, wat er allemaal gaat spelen vandaag. Of ik nog overleg heb met iemand, gesprekken met andere personen. Mijn rol is het aansturen van de medewerkers van het beslaghuis. Het Ketenbeslaghuis is een afdeling die zorgt voor afhandeling van inbeslagname goederen. Dat kan van alles zijn. 10 kilo cocaïne tot een balpen. Nou, wat we heel vaak tegenkomen van mensen die gaan vliegen, zijn messen in koffers bijvoorbeeld. Taxicontroles worden er vaak gedaan op Schiphol zelf. En dan krijgen we heel veel honkbalknuppeltjes, verborgen wapen, mesjes. Via het Openbaar Ministerie wordt het aangemeld, wordt het vernietigd. Nou, wat je hier ziet zijn de bollen die we wekelijks tegenkomen. Slikkersbollen en duwersbollen. En alles wat ermee te maken heeft, dus koffers wat in heeft gezeten, koffers met dubbele bodems. We hebben nog een andere opslag en daarin ligt alles behalve verdovende middelen. Gestolen goederen, goederen afkomstig uit witwassen, wapens afkomstig van Schiphol zelf, van de luchthaven, maar ook van andere brigades in het land. Militaire goederen die gestolen zijn. We rijden naar een locatie. Dat doen we met gepanzerde vrachtwagens. Vanavond is er weer zo'n rit gepland. We hebben bij ons verdovende middelen en dat gaan we ergens heen brengen. Naar een locatie en daar wordt het verbrand. De HRB gaat ons begeleiden, dat is een hoge risicobeveiliging. En die opereren in het hoogste geweldspectrum wat we mogen hanteren in Nederland. Dat is één. Een andere onmisbare partij is een hulpofficier van justitie. En die gaat mee en die gaat toezien op de echte vernietiging van de verdovende middelen. De goederen die wij vanavond gaan vervoeren brengen risico met zich mee, omdat ze ontzettend veel geld waard zijn. We houden altijd rekening met een eventueel aangrijpen van een criminele organisatie die belangstelling heeft in de goederen die wij vervoeren. We hebben het zo aangekleed dat het gaat om heel veel verdovende middelen. Dat mocht er worden gezien door een organisatie dat die eigenlijk meteen al zeggen van dit moeten we niet gaan aangrijpen. Ik wil voorkomen dat mensen herkenbaar in beeld komen, want dat kan mogelijk risico's met zich meebrengen. En mensen in gevaar brengen en hun gezin in gevaar brengen. Is het spannend? Ja, als ik er goed over nadenk, is best wel. Het is spannend. Het is leuk. Ja, we zijn wel altijd alert. Ja, ik doe het werk omdat het. Ik vind het natuurlijk hartstikke leuk. En het is een unieke afdeling. Ik ben heel Defensie, denk ik wel. Wij zijn het enige bureau die dit zo doet. Ik ben tevreden als iedereen die meegaat vanavond weer veilig terug is. En dat de verdovende middelen zijn vernietigd.